Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik je uitleggen wat de schaaknotatie is, hoe die werkt en hoe je hem kan gebruiken. Een hoop om overheen te gaan, dus laten we direct beginnen. Nou, wat is precies die schaaknotatie? De schaaknotatie is een manier om je zetten in een partij op te kunnen schrijven, zodat je hem later terug kan spelen of kan controleren. Wanneer gebruik je het? Nou, je gebruikt het bijvoorbeeld tijdens een schaakwedstrijd. Als jij een officiële wedstrijd speelt, dan moet je naast jouw partij moet je de zetten opschrijven, zodat de scheidsrechter kan controleren of alles goed is verlopen in de partij en of alle regels zijn nageleefd. Het is ook handig om de schaaknotatie te leren. Als je bijvoorbeeld schaken iets serieuzer neemt en jij gaat een boek over schaken lezen, nou, in schaakboeken wordt de schaaknotatie gebruikt. Het zou anders namelijk heel langdradig worden. Als jij moet opschrijven, oké, bij de eerste zet speelde ik mijn pion 2 stapjes naar voren, naar dit coördinaat. Of op de 30ste zet sloeg ik met mijn loper zijn dame. Dat is heel langdradig en dan ben je heel lang bezig. Daarom is de schaaknotatie bedacht. Het is een korte manier om je partij na te kunnen spelen. Hoe werkt dat dan precies? Elk vakje op het schaakbord heeft zijn eigen coördinaat. Je ziet hieronder, zie je lettertjes. A, B, C, D, E, F, G, H. En je ziet aan de linkerkant cijfertjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, in de eerste video had ik ook al even besproken dat je lijnen en rijen hebt op het schaakbord. Dit is dus de A-lijn, de B-lijn, de C-lijn, D-lijn, E-lijn. Nou, en zo gaat het door totdat je bij de H-lijn bent. Lijnen zijn dus verticaal en je hebt horizontale rijen. En dit is dus de eerste rij, tweede rij, derde rij, nou, tot de 8e. En zo heeft elk vakje zijn eigen coördinaat. Op dit vakje komt de eerste rij samen met de A-lijn. En dit vakje is dus A1. We doen dus eerst de letter en dan het cijfertje. Dit vakje is dus A1. Nou, stel je voor, we pakken dit vakje. Dit vakje ligt op de C-lijn en op de 6e rij en is daardoor C6. Dit vakje ligt op de E-lijn en op de 4e rij en is dus E4. Nou, en zo heeft elk vakje zijn eigen coördinaat. En zo kan je dat gebruiken ook in de schaaknotatie. Nou, hoe werkt dat dan? Stel je voor, we hebben hier een stuk op het bord staan. Als ik mijn stuk beweeg, dan kan ik die zet noteren. Elk stuk heeft zijn eigen lettertje, behalve de pion. De toren noteren met een hoofdletter T, paard met een hoofdletter P, de loper met de hoofdletter L, de dame met de hoofdletter D, de koning met de hoofdletter K en de pion zonder letter. Daarom noemen we de dame ook geen koningin, wat je misschien wel zou verwachten, omdat die dan dezelfde voorletter hebben. Dus de K van koningin en de K van koning. En dat zou een beetje lastig worden bij de schaaknotatie, daarom noemen we het een dame en geen koningin. Stel je voor, ik speel mijn pion 2 stappen naar voren. Dit kunnen we aangeven met de schaaknotatie. En hoe werkt dat dan? We kunnen het coördinaat aangeven waar de pion naartoe beweegt. Dus deze pion die beweegt nu naar het vakje E4, E-lijn, 4e rij. En doordat we geen letter voor de pion zetten, schrijven we alleen E4 op. Dan is het duidelijk dat de pion naar E4 beweegt. Voor zwart geldt hetzelfde. Stel je voor, zwart speelt de pion ook 2 stapjes naar voren, de E-pion. Dan gebruiken we zwart speelt de pion naar E5. Dan schrijven we op 1, E4, E5. Dus op de eerste zet werd de pion naar E4 gespeeld door wit en naar E5 voor zwart. Stel je voor, wit is weer aan zet en die wil een zet doen met zijn paard. We spelen nu het paard naar F3. Dit kunnen we aangeven door hoofdletter P F3 te schrijven. Dan is het duidelijk dat het paard, daarom de hoofdletter P, dat komt als eerst naar F3. En de F is dan de kleine letter. Dus de coördinaten geven we aan met kleine letters en de stukken met hoofdletters. Nou, als zwart nu aan zet is en die speelt bijvoorbeeld zijn paard naar C6, dat geven we aan met paard, hoofdletter P, C6. Als we een loper zet doen, ik speel de loper naar C4, dan doen we hoofdletter L, C4. De loper, daarom de hoofdletter L, gaat naar het coördinaat C4. Als zwart is hier aan zet en die speelt bijvoorbeeld zijn loper naar B4. Dan schrijven we op hoofdletter L, B4. En zo werkt het ook voor de toren. Stel je voor, ik speel de toren nu naar F1. Kijk, hij zit op de F-lijn en op de eerste rij. Dan schrijven we op hoofdletter T, F1. Zwart kan dat ook. Hier schrijven we dan op hoofdletter T, B8. En dan moeten we eigenlijk nog maar 2 stukken. Stel je voor, ik speel de dame. Dan schrijven we op hoofdletter D van dame, E2 hier. Als zwart de dame naar E7 speelt, schrijven we op hoofdletter D, E7. En een zet met de koning geven we aan door de witte koning gaat naar D1, hoofdletter K, D1. De zwarte koning gaat bijvoorbeeld naar F1.
8 schrijven we op hoofdletter K, F, 8. Zo kan je dus elk stuk de notatie aangeven. En wat bijvoorbeeld als we een speciale zet doen, zoals een rokade. Nou, uit de vorige video weet je wat een rokade is. Dus we hebben twee opties, of een korte of een lange rokade. Ik laat het hier even zien. Stel je voor, ik doe een korte rokade als wit. Dat werkt zo. Dan schrijven we op 0-0. Alsof het 0-0 staat bij voetbal. En als zwart hier bijvoorbeeld een lange rokade doet, dan schrijven we op 0-0. Er komt dus een extra streepje en een extra 0 achter. In deze situatie kunnen we een stuk slaan. Het paard kan hier de pion op E5 slaan. Hoe zouden we dat opschrijven? Bij een stuk slaan voegen we de letter van het stuk toe. Dus bijvoorbeeld in deze situatie hoofdletter P van het paard. En dan een kruis, dus een keerteken voor het slaan. En dan het coördinaat waar het paard het stuk slaat. Dus in deze situatie zouden we opschrijven P maal E5. En als zwart hier aan zet is, dan kan zwart met het zwarte paard het witte paard slaan. Dan zouden we opschrijven hoofdletter P maal E5 weer. En als we met een pion slaan, dan hebben we weer een andere notatie. Want de pion gebruiken we geen letter voor. Als een pion slaat, gebruiken we de lijn waar de pion op staat. Dus in deze situatie, als de D-pion de E-pion slaat, dan schrijven we op kleine letter D voor de lijn waar de pion in staat, maal E5, het coördinaat waar die het stuk slaat. Dus in deze situatie schrijven we op D maal E5. En we gebruiken ook een speciale notatie als we de koning schaak zetten. In die situatie is het niet heel anders dan een normale zet, maar voegen we een plusje achter de zet toe om aan te geven dat het schaak is. In deze situatie kunnen we schaak geven door de dame naar H5 te spelen. In deze situatie schrijven we dus op hoofdletter D voor dame H5, want daar beweegt de dame naartoe, plus, want de dame geeft schaak aan de koning. Dus in deze situatie schrijven we op hoofdletter D, H5, plus. En als we schaak mat zetten, dan gebruiken we weer een andere notatie. In die situatie doen we geen plusje, maar een hashtag. En waarom een hashtag? Dan geven we aan dat het schaak mat is. In deze situatie kunnen we schaak mat zetten door met de dame op F3 de pion op F7 te slaan. In deze situatie schrijven we op hoofdletter D voor dame, maal, want hij slaat een pion, F3, hashtag, want de partij is voorbij door schaakmat. We hebben bijna alle notaties gehad, maar moeten we nog één speciale zet uitleggen en dat is als je een stuk promoveert. Wat schrijf je dan op? Dat ga ik aan jullie laten zien. In deze situatie kan wit een pion promoveren naar een ander stuk, door zijn pion naar C8 te zetten. En in die situatie gebruiken we een speciale notatie. Ten eerste schrijven we gewoon de zet op van de pion. Dus in deze situatie is dat C8, want voor de pion gebruiken we geen letter. Dus we schrijven op C8 en dan daarachter komt een is-teken voor de promotie. En dan hebben we de keuze uit een paard, een loper, een toren of een dame. Mocht dit niet duidelijk zijn, kijk mijn derde schaakles. Hierin leg ik uit hoe de promotie werkt. En als je een dame kiest, gebruik je hoofdletter D. Een toren hoofdletter T, loper hoofdletter L en paard een hoofdletter P. Dus in deze situatie kies ik een dame. Dan schrijven we op C8 is teken hoofdletter D voor dame. En wat als twee stukken naar hetzelfde vak kunnen bewegen? In deze situatie hebben we de torens op dezelfde lijn staan. Ze staan allebei op de E-lijn. Deze toren op 1-1 wil ik naar E4 spelen. Als ik de normale notatie gebruik, hoofdletter T, E1, dan weet ik niet welke toren ik naar E1 heb gespeeld, omdat ik twee keuzes heb. Daarom voegen we een notatie toe. Dus dan gebruiken we hoofdletter T, dan het cijfertje, dus op welke rij de toren staat, die we naar E1 spelen. Dus in deze situatie schrijven we op hoofdletter T, 1, E4. Mochten we de andere toren zetten naar E4, dan schrijven we op hoofdletter T, 8, E1. Als we dit ook hebben, alleen de toren staan op dezelfde rij, dan schrijven we de lijn op waar de toren op staat. Dus in deze situatie, als ik mijn toren op E1 naar D1 wil spelen, dan schrijf ik op hoofdletter T, E, D1. En mocht ik de toren op A1 nu naar B1 willen spelen, dan schrijf ik op hoofdletter T, A, B1. Dit doen we ook voor paarden. Kunnen twee paarden naar hetzelfde vak toe bewegen, dan schrijven we of de rij of de lijn op. Hopelijk
is het nu duidelijk hoe de schaaknotatie werkt. Het is misschien een beetje lastig in het begin, maar ik weet zeker dat als je veel partijen speelt en blijft oefenen met de schaaknotatie, dat ook jij het goed kan begrijpen en bijvoorbeeld zo'n dik schaakboek helemaal kan lezen en begrijpen. Geef deze video een like, reageer of je het begrepen hebt en abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik je terug bij een volgende schaakvideo. Later.